verhit dadelijk. Veel boter in de wok om de kip lekker in te sporen. Jeroen? Nee, opnieuw. Lekkere kip garen voor het kip knoflookgerecht van Ekkie. Je ziet dit lekker opgebakken worden, lekker kleuren. Hoog vuur. Gelijkmatig roeren. Zorg dat het een lekker kleurtje krijgt en gebruik gewoon een houten lepel die af en toe afstaat. Daarna afgieten in een kommetje. Hoef niet af te gieten, gewoon in een kommetje doen. Als je maar één wok hebt, dan spoel je hem even af. Gieten het sap van de kip krok ook weg. Dat alleen een droge substantie is. Zodat er een lekker laagje boter in de pan zit. Deze stoflook. Gemalen, gepest. Eerst de rode peper, knoflook en daarna een beetje roeren. Dat het gelijkmatig verdeeld wordt. Kip erbij. En alles gelijkmatig verdelen. Om het eventueel nog op smaak te brengen, kan je met chicken powder of een kipbouillonblokje erbij doen. En zo is het lekker klaar. De kip knoflook